Van den Broeke is erbij en we hebben drie koplopers in de Ronde van Vlaanderen. Maar ik zou niet wachten, jongens. Ik zou doorrijden. Overpakken. En Van Petergem gaat. Hij heeft gelijk op de manier van Van den Broeke. Zachtjes aan en ze gaan niet gaan. En Van Petergem is weg. Van Petergem is weg. Van den Broeke moet het nu doen. Hij heeft gelijk. Er moet iemand het doen. En Van Petergem die gaat Van den Broeke voorbij. Maar daar komt Museeuw ook nog. Geraakt hij erop? Nee. Johan Museeuw, ik denk het niet. Het is Van Petergem. Jawel. Van Petergem. Van den Broeke wordt nog tweede. Derde Johan Museeuw.
Beste Helene, ik stel het goed hier in Nederland. Het is hier mooi. Ik hoorde dat het bij u wat minder gaat. Zoals Bobon zou zeggen. Wat staat er hier? Rasp, denk ik. Ah ja, rasp een appel en laat het staan voor 4 minuutjes. Het zou zo snel beter moeten gaan. Goed. Wat staat er hier? God zegen jullie. Warme groeten, tante Magda. Hier 1 centimeter zo en dan nog een keer. Spraatjes erin. Zo, laatste speldje. Elke donderdag kom ik op bezoek. Soms observeer ik van op een ruime afstand, soms van dichtbij. Elke donderdag kom ik op bezoek bij de Homo sapiens, de denkende redelijke mens, zo noemen ze zichzelf. Ze worden gekenmerkt door een rechtopstaande houding en tweevoetige voortbeweging, hun complex taalgebruik, hun waarneming in kleur en bovenal hun georganiseerde samenlevingen. Ze leven samen, maar toch apart. Eén gebouw met verschillende lichamen, verschillende neuzen, oren, voeten, schoenen, vloeren en deuren. Het is een georganiseerde chaos. De muren slaan de rondzwervende gesprekken, mensen en muziek in zich op. Soms wordt er meegedanst op de muziek van de bovenburen of boos gevloekt of het daar niet een beetje stiller kan. Ik zie veel dingen tijdens de 24 uur dat ik hier ben. Jacques, 61 jaar, verdieping 2, appartement nummer 25, houdt al zijn oude gebruikte treintickets bij in een doos onder zijn bed. Biba, 74 jaar, verdieping 7, appartement nummer 71. De hond laat hem 3 keer per dag uit. Bij het wandelen binnen honden hun mensen aan een koord, zodat ze niet weglopen. Peter, 80 jaar, verdieping 6, appartement nummer 62. Hangt de was buiten op, in de regen en de zon. Wassen is een ritueel. De mensen wassen driftig hun kleren, samen met de zonde van de week. Bij dit ritueel gebruiken ze machines of de hand. Ze komen hiervoor samen in wassalons, maar ook in de privésfeer gaat deze praktijk door. Lulu, 6 jaar, verdieping 10, appartement nummer 102, kijkt op de kalender wanneer ze Jupiter moeten verlaten. Het wordt binnen 32 donderdagen gesloopt. Saturnus ging Mercurius en Jupiter al voor, een paar donderdagen geleden. Eli, 17 jaar, verdieping 11, appartement nummer 100. Ze bewaart een doos tabak om eraan te ruiken, niet te roken. De geur doet haar denken aan haar grootvader. Serge, 60 jaar, verdieping 8, appartement nummer 80. Maakt elke donderdag koffie en gooit het vervolgens uit het raam. Het is goed voor de planten. Soku, 40 jaar, verdieping 5, appartement nummer 53. Springt op en neer als een springbal in een doosje dat door elkaar geschud wordt. Arno, 50 jaar, verdieping 4, appartement nummer 44. Vloekt over het gestamp van appartement nummer 53. Ik hou van de drukte van de dag en de schijnbare rust van de nacht. Docus, 79 jaar, verdieping 3, appartement nummer 35. Bakt een ei met veel ajuin en luistert naar de radio. Thank you.
elke donderdag kom ik op bezoek bij de Homo sapiens, de denkende redelijke mens, zo noemen ze zichzelf.